Op 5 oktober 2016 is aan Ben Feringa de Nobelprijs voor de scheikunde toegekend. Met dat fantastische eerbetoon kreeg een normale werkdag een zeer verrassende wending. Ik zat in gesprek met een aantal promovendi studenten over een onderzoeksproject te praten. Had trouwens zijdelings met die motortjes te maken. En dat is heel spannend onderzoek. En we zaten te praten over wat zijn de volgende stappen. En toen ging de telefoon. En toen dacht ik, wie stoort mij? Wie stoort ons? En toen ik de telefoon opnam en toen hoorde ik de president van het Nobelcomité, toen heb ik de studenten even de gang opgestuurd. En toen heb ik toch nog even daar aandacht aan besteed. En toen werd me al snel duidelijk en toen was ik heel stil. En ook wel een beetje geschokt eerlijk gezegd, want je verwacht dat niet. En ook wel emotioneel. Toen later bekend werd en zo, toen kwam het hele lab natuurlijk daar in de gang. En toen werd de feest gevierd en zo. Dus toen ik buiten kwam, stonden er niet 3 studenten meer, maar stonden er 100. En dat was toch wel een heel bijzonder moment, ja. Ben Feringa studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1978 ook promoveerde. In 1988 werd hij er hoogleraar organische chemie. Feringa wordt gezien als een van de meest creatieve en productieve chemici ter wereld. Het begon in Barger-Compascuum, in Drenthe. Meneer Feringa, dat is uw geboortehuis? Ja, dit is de boerderij in Barger-Compascuum, dat is Zuidoost-Drenthe, waar ik opgegroeid ben. En 53 jaar later ontvangt u deze prijs. Ja. Bent u daar trots op? Daar ben ik bijzonder trots op. Want dit is een hoogtepunt in mijn carrière. Hier is het allemaal begonnen, deze boerderij. Mijn vader was landbouwer. En die heeft mij als kleine jongen als geen ander de liefde voor de natuur bijgebracht. En vooral ook vragen stellen aan de natuur. En dat is onze drijfveer. Hij kreeg in 2004 de Spinoza-premie voor zijn fundamentele onderzoek. Dus we begeven ons als een soort ontdekkingsreizigers in nieuw territorium. En in de toekomst zullen Nobelprijzen dus wel naar nanotechnologen gaan? Daar zit wel een kans in dat de nanotechnologie ook Nobelprijzen gaat vallen in de toekomst. Misschien voor u? Naast de Spinoza-premie werd hij onderscheiden met tal van nationale en internationale prijzen. In 2008 benoemde de KNAW hem tot academiehoogleraar, waarvan hij van 2011 tot september 2016 vicepresident was. Feringa hoopt dat zijn fundamentele onderzoek later kan leiden tot concrete oplossingen voor grote problemen. Maar uiteindelijk in je achterhoofd zitten natuurlijk belangrijke vragen. Hoe gaan we in de toekomst het energieprobleem oplossen? Hoe kunnen we betere geneesmiddelen bouwen zodat een aantal van de belangrijke ziektes de wereld uit geholpen worden? Er zijn een groot aantal problemen te noemen waarbij uiteindelijk de oplossing voor een belangrijk deel toch technologisch zal zijn. De praktische toepassingen werden steeds tastbaarder. Je moet je voorstellen dat dit is de basis. En als je nou denkt over 20 jaar, over 30 jaar, wat je hiermee zou kunnen. Dan zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld een nanorobotje. En sommige mensen dromen daarvan. Misschien ook wel, een nanorobotje die je met een injectienaald in je bloedvat zou kunnen inspuiten. Met een klein cameraatje. Die kan een defecte cel opsporen, bijvoorbeeld een tumorcel. Vervolgens die tumorcel verwijderen of een geneesmiddel ter plekke toedienen die heel effectief is. Dit is heel erg spannend. A, omdat het heel erg moeilijk is om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Je weet, je legt de lat heel erg hoog. Je weet van tevoren niet of het überhaupt wil. Je weet ook niet wat de pad er naartoe is. Dus je tast heel erg in het duister. En als je dan het licht aan het eind van de tunnel ziet, of aan het eind, in dit geval van het weggetje waar het autootje over reed, dat is wel een prachtig feestelijk moment, ja. En in 2016 kwam de kroon op zijn werk, de Nobelprijs voor de chemie. Na al die jaren van hard werken en zwoegen en hoogtepunten en diepte. Een onderzoek is natuurlijk niet alleen maar hoogte, er zijn heel veel dalen. Hè? Ja. Heel vaak moet je klimmen uit dat dal om verder te komen. Nou, dat geeft wel een enorme kick hoor. Dank u wel.